Nou, dat was heel grappig, wilde ik me weer inschrijven bij een modellenbureau. Toen ik net was gaan ondernemen, toen zei ze: Ja, we hebben al te veel gasten met baarden en tatoeages. Dus dit wordt hem niet. Maar zelfs wij zijn dus nog onzeker: van, gaat dit een succes worden? Jij gaat zeggen: Je hebt geen logo nodig. Ja. Ah, yes! Maar wacht even, daar beginnen we. Ja, welkom bij Van Struikelen tot Succes. Wij zijn Sonny en Jorg. En wij zijn experts in vallen en opstaan. En in deze podcast delen we alles wat ons helpt te groeien. Maar altijd met de focus op mindset en bewustzijn. Dus van de kunst van het ondernemen tot het opvoeden zonder gek te worden. Je relaties versterken of juist rust vinden in de chaos. Wij delen onze tips en ervaringen en houden daarbij niks achter. Yes, we zijn er weer. Ja, we gaan het hebben over uh, ondernemen. We hebben, dit is onze derde QA op een rij en ook onze laatste QA. Uh, we hebben alle vragen gebundeld. Dus we gaan het hebben over durven starten. We gaan het hebben over zichtbaarder worden en over uh, omgaan met de onzekerheid... waar elke ondernemer mee te maken heeft. Ja, en we gaan het hebben over onze outfits. Want blijkbaar heb jij de memo niet gekregen. Want ik kwam vanochtend zo de woonkamer in. Ik zeg, oké, okay, ik wil hierna sporten. Dus we gaan gewoon in ons klofje wat we aan hebben. En toen in één keer kwam deze ja, nieuwe blouse is... binnen of zo. Klopt. De mensen die dit luisteren. Sunny zit in een outfit wat ik het beste kan omschrijven... als de Netflix-hitserie Netflix Bridgerton. Nou, dat valt toch wel mee. Dat is toch helemaal niets. Ja, dus, dus Meen negatief, je het toch? Serieus? dat is niet is jouw favoriete serie. Dat I is love toch positief? it. Ja, maar oké, okay, ik voel me wel een kokette dame op dit ja. moment. Ja, ik voel me een ondernemer. Ik vind het mooi hoor. Ja, Ik nou, vind ja, of het nogal goed. Het, nog goed het breien, is echt maar... heel anders, heel apart. Ja, nou, we zijn in ieder geval aan elkaar gewaagd. Nou eigenlijk. ja, Jorg zit hier in zijn sportpakje. Nee, klopt, dat is waar. Maar weet je, ik zeg altijd: je moet je aankleden zoals je je wilt voelen. Nou, ik heb net drie dagen griep gehad. En ik moet je zeggen, ik heb make upje op mijn hoofd. Ik heb het drie dagen uitgezien gezien als een spook. En nu heb ik dit blouseje aan. En ik voel me echt zo van: ja, dit is mijn identiteit. Dit, deze modelen. rol neem ik nu aan. Ja, maar ik voel me vandaag wel weer goed. Alleen ik, ik zeg je wel eerlijk: deze blouse helpt wel. Ja, nou ja, ik heb hetzelfde. <laughs> dus vandaar dat sporten. ik mijn trui uit heb getrokken. Ik voel me gewoon fit als ik dit aan heb. Dan denk ik ja. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, ik moet oppassen dat ik niet zo'n Amerikaan word die de hele dag door nee. sportkleding loopt. En niet gaat sporten. Maar ja. dit is precies andersom. Ik doe dit dus nu aan, zodat ik hierna kan sporten. Oké. Okay. Okay. Nou, dan is het geoorloofd. Goed. Thema van deze podcast is ondernemen en we hebben heel veel ondernemersvragen gekregen van mensen die ja. Instagram super leuk van luisteraars. Ook over zichtbaarheid en over social media, dus misschien ja. moeten we daar dan later nog even een specifiekere Aflevering van maken. Ja. Heel leuk thema. Maar voordat we erin gaan duiken, vraag ik eerst even jullie aandacht voor onze partner van deze podcast. Want wij zijn al jaren fan en daarom vinden we het ook superleuk dat ze deze aflevering sponsoren. Ik heb het over Factor Maaltijden. Iedereen die die kent het wel: hè, dat je van die drukke periodes hebt waar je de hele dag vol zit met afspraken, dat je dan s'avonds thuis komt en dat je dan echt geen puff hebt om nog uitgebreid te koken. Nou. Daarvoor is dus onze grote redder Factor, en dat zijn verse maaltijden die kant en klaar bij je bezorgd worden en die je dus alleen nog maar hoeft op te warmen. En dat is ook onze redder geweest in de tropenjaren. Daar hebben we natuurlijk ook al vaker over gehad, uh, want je kan niet altijd alle ballen hoog houden en soms moet gewoon iemand anders even voor je koken. De maaltijden van Factor die zijn door diëtisten ontworpen en door chefs bereid, zonder toegevoegde suikers of conserveermiddelen. En ze worden gesield, dus niet ingevroren, en zitten vol met groenten. Dus minstens 150 gram per maaltijd en genoeg eiwitten. Nou, en mijn lievelingsgerecht op dit moment is denk ik wel die tagine van groenten met vetten en aardappels. Dus als jij... Ja, die is echt heel lekker, toch? Die vind jij ook wel mm. lekker. Dus als jij ook tijd wilt besparen en niet de hoofdprijs wilt betalen voor afhaalmaaltijden, dan raden we zeker Factor aan. En wil je het een keertje uitproberen? Dan moet je zeker even de kortingscode gebruiken. Factor Succes. Want daarmee krijg je namelijk 106 euro korting op je eerste vijf boxen. Ga daarvoor naar factormeals.nl. En je kan het abonnement heel gemakkelijk zelf starten, pauzeren of stopzetten. Ja, je vindt de link ook in de omschrijving voor als ja. dit uh, te snel ging. Het <laughs> ging helemaal niet zo snel. Nou, maar beet, je vindt de link in ons. Geheim. Ja, dankjewel, Factor. Oké, okay, okay. uh, nou laten we beginnen. Want ik heb het even opgedeeld, natuurlijk. De vragen in het stuk beginnen met ondernemen. Uh, nou ja, eigenlijk, nou oké, okay, laten we daar gewoon beginnen. Beginnen met ondernemen. Dus Pauline die vraagt: wat is je beste tip voor mensen die de sprong naar ondernemerschap niet durven te nemen? Ik heb best wel wat ondernemers gecoacht en ik kom veel ondernemers. En die... Wacht, Dat... laten we eerst nog heel even zeggen. We zijn zelf ondernemer. Heel even kort. Jij bent natuurlijk altijd in loondienst geweest. En bent op je, wat was het? 38ste? 36ste. Zoiets. Ben jij gaan ondernemen voor het eerst? Dat was voor jou ook echt een hele uh, stap. Hmm. En, um, en je hebt inderdaad nu heel veel ondernemers gecoacht. Maar ook in het bedrijfsleven heb je teams, et cetera, gecoacht. En wat mijn achtergrond is, ik ben altijd ondernemer geweest. Ik heb uh, eigenlijk zelden, ik heb altijd als freelancer gewerkt. Dus dan werk je wel voor een baas, maar het is toch anders. En um, ik ben nu echt, ik voel, ik, ik ben dus altijd al een ondernemer geweest en in de zin van je moet hosselen. Maar sinds we onze online programma's doen en echt meerdere bedrijven en BV's zijn gestart, voelt het veel meer als ondernemen. Ja. ja. En is het ook meer ondernemen? Dus ja. dat zijn onze achtergrond. Voor ja, goed, goed, het had je dat even ingooit, inderdaad. Ja. Ja, ik ben uh, acht jaar, negen jaar geleden begonnen met ondernemen. En dus vrij laat zou je kunnen zeggen. Dus ik, ik had al vijftien, zestien jaar voor een baas gewerkt. Um, en uh, deze vragen krijg ik vaker. En uh, het is heel interessant om te kijken wat, um, wat zit eronder. Hè? Dus welke overtuiging zit eronder? Welke angst zit eronder, dat je die sprong niet durft te nemen. En ik had heel lang een verhaal. Dat ik de beste nummer twee was in een bedrijf. En daardoor was ik ook altijd. Nou, de meeste bedrijven waar ik werkte, was ik uiteindelijk de rechterhand. Of zat ik in de directie. De laatste twee bedrijven zat ik in de directie. Was ik directeur marketing. Um, maar ik durfde nooit nummer één te zijn. En daarmee bedoel ik niet dat ik de CEO wilde worden. Maar dan bedoel ik meer dat ik een eigen idee. Uh, en volledig zelfverantwoordelijk wilde zijn voor hetgeen wat ik maakte. En ik bouwde altijd mee aan iemand anders' droom. Waar niks mis mee is. Maar, maar je vond het wel altijd heel vervelend. Weet ik van ja, dan had je allemaal plannen. Maar die. Mocht je dan niet uitvoeren, nee. soms wel natuurlijk, soms maar niet. ook soms niet. En daar nee. dat vond jij super frustrerend. Ja, ik, ik, ik bedoel, uiteindelijk, als je. Ja, je, je krijgt natuurlijk wel heel veel vrijheid. Uh, maar uiteindelijk, ja, ben je niet alleen in dat bedrijf. Dus je kan inderdaad niet alles doen wat je wil. En um, ik weet dat ik mezelf een verhaal vertelde. dat ik dus de beste nummer twee was. Uit angst om nummer één te zijn. En dat verhaal ben ik gaan onderzoeken, waardoor ik uiteindelijk ook durfde het gaan ondernemen. Uh, omdat ik voorheen altijd zei, en dat is dan een excuus wat jezelf vertelt van ja, ik heb nog geen goed idee om te ondernemen, maar ooit ga ik ondernemen, of ja, eerst moet dit of eerst moet zus. Maar zo is er altijd wel een reden waarom je niet gaat beginnen met ondernemen. En eerlijk gezegd is er nooit een perfect moment. Dus uiteindelijk heb ik de sprong gemaakt uh, en had ik uh, voor één maand huur op de bankrekening. Had ik gevraagd aan jou of ik geld mocht lenen als ik het niet redde om gelijk zoveel geld te verdienen. Dan heb ik een tweedehands laptop gehosseld. want die voor mij was van de zaak en een tweedehands iPhone. Die moest ik ook inleveren. En zo ben ik begonnen, maar. Die sprongen had ik anders nooit durven te maken... als ik niet eerst was gaan kijken van wat vertel ik mezelf eigenlijk? Dus de vraag aan Paulien uh, is, uh, hoe kijk je naar jezelf? Vind je van jezelf dat je een ondernemer bent? Denk je dat je het kan zijn? Uh, wat is de angst die eronder zit? Wat vertel je jezelf? Want dat verhaal is extreem belangrijk. Ja, wij zijn natuurlijk heel erg van de mindset. Maar wij weten allebei dat als ondernemer is je mindset alles. Weet je wel, van daaruit besluit je om voor bepaalde dingen te gaan... en risico's te nemen of niet... En um, dat bepaalt heel, ja, voor een heel groot gedeelte je succes. Heb jij eigenlijk altijd. Een, of, nou, voelde jij je vroeger dan niet een ondernemer? Nou, ik had er nooit zo over nagedacht, maar ik had heel veel respect voor en bewondering voor ondernemers. Maar ik zag mezelf inderdaad niet zo. Nee. Um, en dat was omdat ik dacht: van ja, ik moet het perfecte idee hebben. Maar dat is ook mm. onzin. Ik ben als eerste onderneming een bedrijf gestart wat cultuur helpt verbeteren. Dat Vond ik super leuk. Maar toen ik daarna drie jaar mee stopte, vier jaar... zei iedereen van, ja, maar dat is toch jouw ding? Dat is toch... Nou, het is een ding. En ik ben heel goed in, ik vind het heel leuk... maar het is niet het enige ding wat ik kan. Dus je kan jezelf ook heel vaak weer opnieuw uitvinden. Ja. Wat is jouw um, beste tip voor mensen die de sprong niet durven maken? Nou ja, het is een beetje dubbel. Want um, kijk, als je twijfelt of je het wel aan kan, het ondernemerschap... en of je wel een ondernemer bent, dan denk ik dat je het niet, dat je het niet aan kan. Ja ja dat is Omdat echt die heel onzekerheid hard gewoon maar het is op het ondernemen is best wel behoorlijk pittig en je moet heel veel zelfvertrouwen hebben en je moet jezelf de hele tijd verkopen en echt geloven in jezelf en geloven in je product of in je dienst en als je daar nog niet genoeg in gelooft uh, of je het gaat redden dan ga je het niet redden je ja. moet er denk ik toch echt eerst een heel goed vertrouwen in hebben dat is één en dan vervolgens moet je als je een, een, een idee hebt um, moet je eerst testen van, want dat zie ik vaak misgaan. Heel veel mensen, het is natuurlijk heel populair om te gaan ondernemen vanuit je passie. Van, oké, okay, dit is wat ik graag doe in mijn vrije tijd en dit vind ik ontzettend leuk om te doen. Um, uh, ik krijg er wel eens leuke feedback op en vervolgens gaan ze dat doen omdat ze het zelf heel leuk vinden. Maar is er wel plek voor in de markt? Dus doe van tevoren echt goed je onderzoek um, of mensen er echt op zitten te wachten of het de juiste tijd is of. Uh, en als jij blijft voelen, want dat, dat die why, hè, dat, dat, dat brandende vuur van binnen, dat, waarom je het zo graag naar buiten wil brengen, waarom je het zo graag wil gaan doen, dat is je allerbelangrijkste drijfveer. Vanuit daar doe je alles. Dus dat moet heel groot zijn, je vuur. Maar test het ook. En ik merk dat alles wat ik maak, ik maak alles op intuïtie, maar ik... Uh, ben onbewust krijg ik de hele tijd feedback vanuit mijn community. Dus ik ben de hele tijd aan het vragen. Ik ken mijn doelgroep natuurlijk ondertussen super goed, omdat ik al sinds 2013 heb ik een YouTube kanaal. Nou, eigenlijk begon daar het bouwen van mijn community en leerde ik. Uh, eigenlijk heb ik altijd gereageerd op de vraag binnen mijn eigen passie. Dus mijn passie is natuurlijk persoonlijke ontwikkeling. En ik merkte dat, uh, ik kreeg steeds dezelfde vraag. Hoe doe je dat dan met dat gelukkiger en positiever worden? En hoe was, wat was dit voor tip? En wat was dat voor tip? Nou, ik ging daar steeds meer content over maken. En op een gegeven moment ontstond daar het eerste idee van een cursus. Uh, maar nu, vandaag de dag werk ik natuurlijk nog steeds zo: vanuit het vraag, vraag en aanbod. En uh, we hebben het in deze podcast wel eens gehad over uh, talenten. En toen kwam ter sprake dat ik uh, hoorde. Vanuit mijn omgeving, van hé, hey, ik wil van jou meer leren over presenteren en over praten voor de camera. Kan je daar niet eens mij wat meer les in geven? En toen dacht ik, oh, grappig. En toen deelde ik dat in deze podcast. En omdat ik zoveel reacties kreeg op die podcast, heb ik nu, ben ik nu die cursus aan het maken. Dus ik kijk juist heel erg naar, ik doe alleen maar wat ik zelf leuk vind. Maar kijk wel van, hé, hey, slaat het aan. En zelfs al weet je heel, denk je heel goed het te weten, dan nog testen wij ook elke keer alles opnieuw. Want we hebben nu een nieuw programma, vandaag gelukkig, morgen succesvol. Uh, nummer twee. En uh, nou, we hebben dat programma gedesigned. En we dachten, nou, dit is waar ze op zitten te wachten, onze klanten, vanuit alle vragen die we al die jaren hebben gekregen. En toch hebben we een onderzoek gedaan met een enquête van, waar, waar je twintig minuten over deed. 1700 mensen hebben die ingevuld en daar kwamen toch weer nieuwe dingen uit, nieuwe onderwerpen. Dus we hebben onze cursus daarop aangepast. En dat is heel belangrijk. En een stuk die toch um, vaak wordt vergeten, heb ik het gevoel. Ja. ja, en ik denk wel, wat jij zegt is: je moet onderzoek doen, maar dat doe je door te experimenteren en uit te proberen en goed te weten voor wie maak ik dit en wat hebben zij nodig. Um, Terwijl je ook mensen ziet die vanuit angst maar onderzoek blijven doen en boeken gaan blijven lezen en onderzoeken gaan lezen en ja. in hun onzekerheid en angst dan blijven hangen. Want ze denken dan wel dat het antwoord gaat komen uit het onderzoek van gaat dit een succes worden? Maar dat weet ja, je nooit. Ja, het succes worden dat, dat weet, weet, je weet je nooit. nooit. Dat, dat moet je altijd uitproberen. Dat vinden wij ook nog steeds oprecht, ook nu weer met ons nieuwe programma, dus let deze week live gaan. We, we doen, het is een succes, kan ik zeggen, toch? Zeker. Ik bedoel, er doen 272 mensen mee. Meer dan we hadden gehoopt. Meer dan we, ons doel was 200. We stonden echt, wauw, stonden we echt ja, te we, kijken. We, we, we moeten wel zeggen, ons minimale doel was 200. Van dat moeten we halen. 250 zou echt vet zijn. Ja. En 300, 350 zou een, een, een doel zijn. Ik denk, nou, als we dat halen gelijk bij de eerste keer, dan zijn we echt goed bezig. Nou, uh, nee, maar dat goed is gewoon bezig. Zeg maar, een nee, heel ambitieus doel. We zijn, nu doel. Al, heel ja, we goed zijn al goed bezig. Maar ik snap wat <laughs> ik bedoel, van je hebt altijd een, een minimaal doel. Van, nou, dat moeten we minimaal halen. Ja. Dan heb je een doel waar je voor gaat: 2,50. Ja. En als we 300 halen, dan gaan we echt. Ja. Nou, maar ik heb no wel op een gegeven moment gezegd, want we merkten, we waren zo druk met het maken van het product. Toen heb ik gezegd: hé, hey, als we maar 100 mensen hebben, is het ook oké. Okay, dan is het gewoon een pilotgroep. Dat, en daar was ik oprecht ook tevreden mee, even tussendoor. Hmm. Maar goed, oké, okay, dat en, even terzijde. Ik... Oh, wat wil je zeggen? Nou, wat jij zegt van ja kijk, uh, je moet niet beginnen als je al niet met die onzekerheid om kan gaan. maar het is wel goed om te beseffen denk ik dat wij allebei altijd die onzekerheid hebben en als ondernemer zullen die altijd houden. Oh ja, maar sorry, maar daarom begon ik net over ja. ons programma. We waren oprecht weer soort van oh jee, gaat het wel aanslaan, weet je wel? We willen zo graag dan reacties hebben van onze klanten, dus ook wij, zelfs met al die volgers, weet je, iedereen denkt dat het oh je hebt zoveel volgers dus het zal wel verkopen. Nou dat is echt niet waar. Maar zelfs wij zijn dus nog onzeker van: gaat dit een succes worden? Ja, maar dat, dat, we zijn niet onzeker. We snappen dat die onzekerheid erbij zit. En dat accepteren we. Ja. En um, het onderzoek doen is dus aannames doen. Weet wie je doelgroep is. Wat hebben ze nodig. En dan beginnen. Als je onderzoek doet, ga je dus niet. Even herhaling, dat is belangrijk. Uh, niet de antwoorden krijgen waar je eigenlijk primair naar op zoek bent. En dat is vanuit die angst van: ga ik, gaat het slagen? Ja. Ga ik genoeg klanten krijgen? Dat weet je niet. Nee. Maar wat, waar het onderzoek over gaat is. Heeft mijn doelgroep hier behoefte aan? Wie is mijn doelgroep? Waar hebben ze behoefte aan? Hebben ze een pijn of een wens die ik kan vervullen? Of een pijnprobleem wat ik kan oplossen? Dat, dat is waar het op neerkomt. Ja. He, zijn, mensen zijn hele primitieve wezens. Het is of we willen graag pijn vermijden. Of we willen graag plezier achter plezier aangaan. En als jij ze daarbij kan helpen, dan heb je waarschijnlijk een product. Ja. Dus, uh, of een dienst. Uh, of een dienst. Ja, dus het is. Uh, dus het is, de onzekerheid is er altijd en dat is waar je aan moet wennen als ondernemer. Het is niet leuk, maar het hoort er gewoon bij en je wil zo snel mogelijk dingen uitproberen. En eigenlijk, uh, volgens mij zei jij dat gisteren, van, je wil eigenlijk zorgen dat je enthousiasme voor hetgeen wat je doet. Want jij zei net ook van ja, veel mensen starten vanuit een enthousiasme, maar dat betekent niet dat er behoefte aan is. Anderzijds zei jij ook, maar je enthousiasme moet wel zijn en je enthousiasme moet groter zijn dan de onzekerheid. Je ja. hebt altijd die onzekerheid, maar je gelooft uiteindelijk van dit is volgens mij iets vets. Ik heb het getest in de zin van ik heb het een aantal mensen gevraagd. Nou, wij hadden het geluk dat we echt 700 mensen in de enquête hadden ingevuld. En daardoor zagen we echt een partij. ze dachten: we, holy shit, we kunnen nu even bijsturen en dat nog in het programma gaan verwerken. En dat is hoe je graag wil werken. Dus het moet wel heel praktisch zijn. Niet maandenlang gaan. Nee. Dat doen wij nooit, toch? Wij gaan niet maandenlang nee. onderzoeken doen. Nee, en dat is waar we mensen ook altijd elke keer weer inderdaad op coachen. Want heel veel mensen hebben een idee, maar durven er dus niet voor te gaan. En ze willen altijd dan veilig in hun loondienstbaan vast blijven zitten. Totdat hun, uh, dat ze aan de side gaan ja, ze dan, dan hun dan onderneming ze starten. Ja. En dan hopen ze dat ze steeds meer geld gaan verdienen met hun onderneming. En dan gaan ze hun loondienstbaan steeds verder afschalen. En dan komt het perfecte moment. Dan zeggen ze, ja, en nu ben ik er klaar voor. En we hopen dan dat het zo gaat. En dit is echt de allergrootste bullshit ever. Want zo gaat het gewoon bijna nooit. Ja ik mensen willen zo'n smooth mensen. transitie. Dan ga ik ja. vier dagen, en dan drie dagen ben ik werken, en dan twee dagen. En ondertussen kan ik. Zo werkt het niet. Nee, Als je zo bedrijf zou ik ook al starten, wel willen dat het ging. moet je vol gas en alle uren erin steken die je hebt. en anders blijft het altijd half-half. Nou, en dat is er ook zijn wel uitzonderingen. Tuurlijk, het... Maar... het is wel een manier om te beginnen. Ja. Maar hè, uh, ik ken ook heel veel vrouwen die beginnen zo. en dat is dan ook goed. Alleen wil je dan op een gegeven moment echt die volgende stap maken. dat je echt je hele salaris gaat verdienen uit je onderneming. Dan betekent het wel dat je andere keuzes moet gaan maken. En dat betekent ook jezelf in het diepe gooien. En wat gebeurt er dan als je dus je loondienstbaan opzegt. En eigenlijk wat jij dus ook hebt gedaan toen je je baan opzij en nog helemaal geen klanten had. Dan moet je wel. En dan word je dat is dus. Dat is dus ook weer het risico wat je moet nemen als ondernemer. Wat je bereid bent om aan te willen gaan. Daar heb je heel veel moed en heel veel lef voor nodig. Ja. Dat is echt heel belangrijk als je gaat ondernemen. Dus daar, daar begint het. En dan gooi je jezelf dus. In dat diepe, je springt maar gewoon en dan word je mega-inventief, want het is een kwestie van overleven. Dus je moet jezelf laten zien, je moet gaan netwerken, je moet gaan roepen: Hallo, ik ben er. Weet je wel? En nou, dat, is het, uh, dat is dus ook weer het mooie van uh, jezelf in dat gat storten. Ja. Um, ja, maar dat moet je wel aandurven, ja. aandurven ja. willen. En een andere vraag, die eigenlijk een paar keer is gesteld, waar begin je met ondernemen? Want er is zoveel. En uh, als, ik, als ik dan zelf mag invullen... Mag ik raden wat je nu gaat zeggen? Ja, je, ja, gaat zeggen, je zat me nou aan te kijken en ja, ik dacht, ik, moet ik hem nou zelf nee, 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 ik kan dan raden wat jij gaat zeggen. Vertel. Tenminste, dat hoop ik heren, dit, dit keer. Voeve met het ondernemersadvies. <laughs> met het telepathische vermogen. En dan heb ik het verkeerd. Jij gaat zeggen, je hebt geen logo nodig. Ja. Ah, yes! Maar, wacht even. <laughs> Daar beginnen we. En dan... Ja, ja, ja. Je hebt geen logo nodig. In principe heb je geen website nodig. Nou, dat was een andere vraag die iemand zei. Hoe belangrijk is een website? Okay. Dus die nemen we dan meteen nou, even dan mee. Nou, dan nemen we die meteen mee. Als je gaat beginnen, is de meest gemaakte fout van ondernemers die vanuit angst controle willen hebben en dan gaan ze voor perfectionisme en dan gaan ze dus bezig zijn met hun bedrijfsnaam, met hun logo, met de kleuren van hun website. Je moet zo snel mogelijk door die fase heen. Dus een logo is niet nodig. Een naam is handig. Je moet, wel, je moet iets hebben. En het liefst een merknaam waaruit blijkt wat je doet. Dus uh, uh, ja, nou, als je een schoonmaakbedrijf hebt, dan moet dat ergens naar voren komen. Uh, en natuurlijk kun je een hele leuke naam bedenken, en dat is echt wel waardevol. Maar weet even dat je naam ook altijd kan veranderen. En het is dus niet zo belangrijk als eigenlijk zo snel mogelijk klanten krijgen. Want als je begint met ondernemen, dan heb je dus, verdien je geen geld. En dan heb je wat wij in de start wereld altijd noemden runway. Dus hoeveel maanden heb je voordat je weer een baan moet gaan zoeken, omdat je geld op is. En als je een klein buffertje hebt, stel je hebt zes maanden, dan wil je niet de eerste twee maanden bezig zijn met je website en je logo en je visitekaartjes. Het is allemaal bullshit. Dus naam bedenken, een website is een one-pager, dat wil zeggen één pagina. Dus is geen over ons pagina, dat kan gewoon op die eerste pagina. Het is gewoon een homepage met wat doe je, wat voor probleem los je op, wie ben je, waar kom je vandaan en wat kost het eventueel. En deed ook dat je eerste tien klanten via je netwerk komen. Dus die komen helemaal niet via advertenties of dat soort dingen. Jij hebt waarschijnlijk hiervoor hetzelfde werk gedaan. Want zo gaat het meestal. Dat doe je al tien jaar, vijftien jaar. Dus je hebt een netwerk opgebouwd. En dan ga je gewoon beginnen. En dan ga je gewoon tegen je netwerk zeggen: Ik ben voor mezelf begonnen. Nou, dan willen ze vaak wel een website zien. Dus dat is die one-pager. En de bedrijfsnaam boeit niet, want ze doen geen zaken met schoonmaakbedrijf Harrens. Maar ze doen zaken met. Uh, Koen Harrens, weet je, en die kennen ze. Mensen willen niet zaken doen met een logo, mensen willen zaken doen met mensen. En daarom is dat logo zo niet belangrijk. Dat is ook geen ja. merk. Die website, en, even in een side note, is natuurlijk wel heel belangrijk als je bijvoorbeeld grafisch werk doet of designs maakt. Ja, maar ook weer uh, niet, want dan heb je gewoon een portfolio op. Uh, nou, je kan hem op Pinterest knallen, maar je hebt, uh, ik kom even niet op de naam, maar je hebt speciaal voor de designer scene... heb je een website um, waar je designs op kan knallen. Kom maar even uh, niet op. Um, maar weet je, daar kun je gewoon daarnaar verwijzen. Dus je hoeft die website helemaal niet te vermaken. Je moet gewoon je designs uploaden in een portfolio. Ja. Weet je, en dit echt. Ik maak websites voor al onze producten binnen. Nou, als het zoals vandaag gelukkig mooi succesvol. Uh, dat is dan echt. Uh, nou, daar heb ik denk ik vier dagen aan gezeten. Drie dagen. Het ging ja, vrij snel. De meeste werk zit in de teksten bedenken. Ja, niet de meeste werk zit in de, de, in de, de teksten. Maar. Ja, precies. Nee. Dus je, je pakt gewoon een template en gaan. Mm. Weet je wel. Oké, okay, dus even terug naar de basis. Wat is dan stap één? Wel een website, maar alleen een one-pager, een naam. Een naam en een one-pager. Ja. Stap twee is een hitlist maken van alle mensen die je kent. die de afgelopen jaren uh, je netwerk. die jou kunnen helpen om bij een ander bedrijf binnen te komen. of die jou kunnen helpen bij het bedrijf binnen te komen waar ze werken. Of... Die zelf de klant zijn. En die dus, hè, waarmee je dus zo snel mogelijk een bak koffie kan gaan drinken. Ja, maar dat is, de is hele, dat is al een hele goeie. Dat je, je alle mensen die je kent ook vraagt om hulp. Want dan zal ja. heel veel mensen denken dat ze het maar zelf allemaal moeten doen. Maar ook je, je vrienden vragen en echt vertellen. Ja, maar je moet niet om hulp vragen. Want die is te makkelijk. Je wil eerst die hitlist maken. Met, nou laten we zeggen dat je honderd mensen in je LinkedIn. Dus je gaat gewoon je LinkedIn bekijken. Wie ken ik allemaal? Oh, die ken ik ook nog. Oh ja, dat was een oud collega. Die zit daar. Maak je die hitlist? En dan is het niet van hé, hey, ik ben begonnen voor mezelf. Weet je nog iemand? Want daar heeft iedereen een Nee, scheid heel Precies. Aan. Ja, dat Wat goed. je wil is je pitch, dat is je derde. Je pitch is welk probleem los ik op voor welke klant met welk resultaat. Dus ik doe dit voor deze klant, want jij wil niet iedereen bedienen. Je wil een niche hebben. Uh, en dit is het resultaat. Hè? Dus, en het resultaat is altijd of je lost een probleem voor ze op, of je bespaart kosten, of je verhoogt een omzet of een klanttevredenheid. Iets waar dat bedrijf van denkt, potverdorie, ja, dat, dat, dat is belangrijk voor ons. En dan ga je die pitch doen en zeg je: luister, korte e-mail, dit is wat ik nu doe. Ik ben voor mezelf begonnen. Kan je me interesseren bij Jaapie? Kunnen wij een kop koffie drinken met als doel om te kijken wat ik voor jullie kan betekenen? En zo ga je gewoon iemand uitsturen. En dit heb ik van jou geleerd, dat zeg je altijd, en dit heb ik ook opgepikt al eerder. Maar hoeveel audities moest jij vroeger doen? Om een ja te krijgen. 9 van de tien. Negen van de tien. En dat was al netjes. Was ja. want soms was het één van de twintig die ja. je kreeg. En dat was jouw target. Ja, dus ook met sollicitatiebrief of ja, het eigenlijk sollicitatie, maar gewoon met e-mails rondsturen. Je moet gewoon heel veel schieten in ja. het begin. Dus 100 ja. audities, dan had je 5 rollen als je ja, goed had. Ja, en er was trouwens ook een andere vraag die hier mooi op aansluit: van Demi. Hoe creëer je dan een netwerk als je totaal uit een andere branche komt? Want dan heb je dus niet al die japies die je kan bellen. Uh, hoe zou je dat doen? Nou, als ik uh, voor mezelf zou spreken, dan uh, oh, ik spreek ook voor mezelf wat handig. Nou, we de vertegenwoordiger van Sunny Vooven. de woordvoerder van Sunny Vooven. Nou, ik zou zeggen, ga zoveel mogelijk mensen uit jouw nieuwe branche uh, Wij kennen. We, we hebben ook best veel mensen geholpen, hè, die uit een hele andere branche kwam, kwamen en toen bijvoorbeeld, of zoals Sabine bijvoorbeeld, die wedding planner is geworden, die was eerst ook geen wedding planner. Die is echt vanuit haar passie wedding planner geworden. Maar wat je dan gaat doen is zoveel mogelijk mensen in die branche ontmoeten. Kijken, kan je er toch een kopje koffie mee doen? Kan je naar bruiloft-events gaan? Ja. Kan je daar handjes gaan schudden? Uh, kan je, weet je, op events, dat is dé plek om je netwerk uit te breiden. En om ook zelfs vrienden in de branche te maken. En ook te sparren van: hé, hey, ik ben net begonnen of ik denk eraan om te beginnen. Hoe heb jij dat aangepakt toen voor het eerst? En op zo'n event is dat dé manier om dat te vragen aan Jan en alle Weet je, dan hoef je niet eens een bakje koffie, want dat is alweer een stapje verder. Maar uh, daar zou ik dan mee beginnen: om jezelf bekender te maken in die branche. Ga iedereen op Instagram of op social media volgen ja. in die branche. Ga reacties achterlaten, weet je, laat van je horen. En zorg, uh, want dat vind ik altijd zo interessant: er zijn op alle vlakken, in alle branches, is er zoveel content te halen. Je kan zoveel wijsheid en kennis op het internet vinden. Op YouTube interviews. Ga gewoon interviews zoeken van weddingplanners. Gewoon internationaal, uh, in dit geval, als het gaat om weddingplanners, dat maakt natuurlijk niet uit. Maar daar leer je zoveel dingen van. En haakjes, weet je wel. Ja. Um, dus, dus zo zou ik starten als ik in een nieuwe branche zou gaan werken. Ja. Jij? Aanvulling? Ja, ik zou nog naar uh, locaties gaan. Hotels die vaak worden geboekt voor bruiloften. Kijken of je daar een kop koffie kan doen uh, met de food and beverage manager... of degene die dat soort uh, ja. boekt. Want die werken vaak samen met die wedding planners... Um, en weet je wat jongens, als je een kop koffie met iemand gaat doen, pas op. Drukke mensen krijgen heel vaak verzoeken voor een kop koffie. En dat is vaak gewoon: ja, dan zijn ze een uur van hun tijd kwijt. en hebben ze er zelf niks aan. Dus probeer in ieder geval de tijd te respecteren. door te zeggen ik wil een half uur koffie met je doen. en ik trakteer je op een kop koffie. Of ik neem je even mee uit lunchen. Want je weet gewoon dat je heel veel waardevolle informatie van zo'n iemand kan krijgen. En dan respecteer je die persoon ook door te zeggen. ik weet dat jij al 15 jaar dit werk doet. Ik wil ervan leren, kunnen we even een half uur zitten koffie en mi en dan kun je natuurlijk de vraag stellen wat maakt een goede wedding planner die verdient het meeste geld voor je hoeveel verdient wat is u de uterie van een wedding planner of hebben ze een pakketprijs al die dingen kun je dan alvast hosselen yeah. en um, ja en jezelf dat. gratis aanbieden. In elk vakgebied oh ja, eerst, zou ik dat ja. absoluut Als je een beetje een buffer wat je hebt, ook zo doet, snel mogelijk ja. knallen. Vrienden hun uh, wedding doen, prima. Ja, maar ik ken go. zoveel trotse mensen, vooral hoe ouder ze zijn, hoe trotser ze zijn. En die willen dan niet gratis werken. Terwijl dat is de manier om meters te maken, om fouten te mogen maken. Dus dat is het fijn als je jezelf gratis aanbiedt. Ja. Dan kan je dus op je bek gaan, want he, niemand betaalt je. En je kan ook gênante vragen makkelijker stellen. En je valt op. Je, en je valt op. Want heel weinig mensen en, doen dat. Ja, en dat. je hebt, krijgt heel veel likability. Want mensen vinden het heel leuk als je jezelf aanbiedt. Ja. Dus ze gaan het ook weer rond vertellen. van Ja, zo leuk. Ze doet het zo goed. Ze is net begonnen voor ja, zichzelf. Ja. Ze kost geen drol. Je moet wel natuurlijk kunnen backuppen. Kijk, als je nog nooit een wedding hebt georganiseerd. Maar je hebt wel andere kwaliteiten die daarin nodig zijn. Wil je dat wel even benadrukken? Van ja, ik heb nog nooit een uh, bruiloft georganiseerd. Maar ik heb heel veel events gedaan. Wat uh, is ja, in dat, principe hetzelfde. En ik ja. weet hoe catering werkt. Want ik heb erin gewerkt. Ja, maar dan vind wel... ik eigenlijk bijna hetzelfde vakgebied. Dan zou ja. ik niet per se zeggen dat je het nee, gratis moet doen. Dat is waar, dat dus is waar. Dus dit is echt meer waar nou, je, je helemaal passie benadrukken en je skillset die wel vanuit gaan komen in dat, in dat, in dat werk wat je gaat doen. Ja. ja, maar niet te beroerd zijn dus om, uh, om gratis te willen werken. Ja, en ik, ik wilde nog één uh, ding meepakken van waar we nu net zaten. Van je bent net zelf gestart en je bent onzeker over het feit dat je geen vast inkomen hebt. Hoe ga je daarmee om? Ja. Ook een, die vraag is heel veel uh, binnengekomen. Hoe ging jij daarmee om toen je begon met het ondernemen? Uh, toen je begon met je YouTube-kanaal uh, verdien je niks. Heb je 2,5 jaar lang geld geïnvesteerd en geen pepernaal nou teruggekregen. Wat deed je dan om nou rond te komen? Nou ja, het begon natuurlijk toen ik ging acteren. Toen, had ik, uh, toen leefde ik gewoon heel van een heel karig bestaan. Want alles wat ik uh, binnenkwam, dat, uh, dat spaarde ik. En ik kon dus, uh, kocht nooit kleding. Kon je niet een mooie blouse? Niet zulke mooie blouse, geen Bridgerton, nee. En uh, daar is ook mijn quote natuurlijk. Wat, je, wat ik wel vaker heb gezegd, dat ik leefde van 6 euro gemiddeld per dag. Want dat mm. was gewoon wat ik te besteden had om maaltijden van te maken. En verder gaf ik mijn geld aan letterlijk niks uit. En uh, ja, uh, 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 ik heb heel lang het echte freelance leven gehad. Wat betekent... Um, er komt geld binnen, je spaart het... en uh, dan heb je een tijdje weer geen werk... en dan kom je dus toch een beetje in een soort paniektoestand... van oh jee, komt het wel, komt het wel. En dan neem je dus, zeg je ja op alles wat er langskomt. Ook op stomme dingen, want je denkt gewoon geld is geld. En op een gegeven moment wil je natuurlijk... wel meer nee gaan zeggen tegen dat soort dingen. Dus daar ben ik heel goed geworden in sparen. Op een gegeven moment kon ik echt uh, nou, een half jaar of zo wel zonder werk. En dat gaf mij ontzettend veel rust. Dus dat vond ik heel fijn. Een andere vraag was ook ja, van hoeveel, hoe, hoeveel uh, Pauline vraagt, hoeveel maanden buffer adviseren jullie als je wil starten? Ja, ik zou zeker drie maanden buffer wel adviseren, want het is wel echt fijn als je, en zes maanden zijn natuurlijk ideaal zijn, maar... Het ligt uh, ook een beetje uh, aan hoe nieuw de business is. Dus toen ik een bedrijf ja. begon in cultuur bouwen, daar was nog vrij, ja, er waren vrij weinig voorbeelden anders dan grote consultiefirms zoals PricewaterhouseCoopers of Deloitte. Dus ik, ja, ik had zes maanden ook bedacht. Ja. Maar ik had het niet. Dus ik had, nee. ik had een shitlist gemaakt. Ja, had mij als vrouw. Ja, met jou als vrouw. Maar uh, oh nee, ik kon ook niet volledig, jij kon me huur betalen. Maar dan ja, dat was het, ik kon je de rest niet betalen. Nee, voor dus, je. Uh, uh, en pasta en pannenkoeken. Maar um, ik had een shitlist gemaakt. Dus naast de hitlist van alle mensen die ik ken die jou kunnen helpen, uh, had ik een shitlist gemaakt van alle baantjes die ik kon doen. Als ik na drie maanden er nog steeds niks mee had verdiend. En uh, dan had ik gewoon alles opgeschreven. Dus ik had modellenwerk, en dat had ik vroeger gedaan. Nou dat was heel grappig. Dat wilde ik me weer inschrijven bij een modellenbureau. Toen ik net was gaan ondernemen. toen zeiden ze: ja, we hebben al te veel gasten met baarden en tatoeages. Dus dit wordt hem niet. Dit baantje, nummer één van mijn shit is was al weg. Want ik had dat als baantje gekozen, omdat je relatief veel geld verdient zonder al te moeilijk werk te doen. Dus dan, kun je yeah. daar, dan heb je nog genoeg bandbreedte om in die dag nog meer dingen te doen voor je eigen bedrijf. Want ja, weet je, mijn tweede op die lijst was Barman. Dan dacht ik, ja, Barman, dan sta je dus tot s'nachts. Achter een bar. En dan probeer je overdag ochtends vroeg op te staan om aan je bedrijf te werken. Dat is nog iets heftiger. Dus ik ja. hoopte op dat modellenwerk. Want dat had gewoon... Ja, dat dan kon ik nog tijdens een shoot misschien nog wat mails doen en zo. Ik had het wel goed in mijn Kortom, hoofd. Kortom, je voelde al aan, dit gaat allebei niks worden. Nee. Dus ik moet wel echt wat maken van mezelf. Ja, ik had nog uh, mensen adviseren over marketing als derde. En nou goed, zo had ik een shitlist. Maar uiteindelijk had ik gewoon uh, geluk dat, uh, dat dat via via de eerste klant vrij snel kwam. En dat ik nog voordat wij op Honeymoon gingen, want ik begin tussendoor nog op huwelijksreis... dat ik al een toezegging had: van als je terug bent, gaan we zitten en dan gaan we een trek beginnen. Dus dat vond ik heel vet. Dus ik had er wat geluk daarin. Ja, ja. ja hoe ik dat toen heb gedaan. Uh, um, ik heb zeg maar mijn grote passie was altijd acteren en presenteren. Maar daar kon ik helemaal niet van leven. En toen deed ik gewoon altijd baantjes erbij. Ik had wel het geluk dat ik heel veel in commercials speelde als actrice. En daar verdien je gewoon echt een paar duizend euro per ding. Dus daar kon ik dan weer een paar maanden mee vooruit. Dat was, artje, dat was mijn grote het. geluk. Maar dat had ik natuurlijk maar een paar keer per jaar. Ja, precies. Maar alsnog voor... Niet elke maand. Nee, niet elke maand. En, maar zo ging het sparen wel sneller. En ik ging dus modellenwerk ernaast doen om gewoon maar geld mee te verdienen. Dat was niet helemaal mijn business of zo. Maar um, ja, dat, dat was wel een hele goede manier van... Uh, en voor en, uh, Models at Work, dat is dan uh, horecawerk. Daar verdien ik ook net iets meer dan in de gewone horeca. En uh, ja, zo deed ik dat. Ja, ja, dat heb ik al eerder verteld. Hè? Het kaasblokje op mijn hoofd. Ja. Op beurzen staan. Ja. <laughs> voor lul staan. Een, voor extra een veel geld. Kaasblokje. Ja, precies. <laughs> ja, hosselen. Hosselen. Ja. Hosselen. En dat is ook eigenlijk. Iemand anders vraagt, Monique vraagt. Wat, wat is, hè? Hoe vind je de balans tussen het bedrijf en je gezin? Uh, want het is veel moeilijker loslaten dan een loondienst. En um, ik denk dat als je net begint met ondernemen, dat je. Niet te veel moet focussen op balans vinden, nee, maar dat, dat je dat gewoon je grenzen gewoon nee, die is er gewoon niet en dat je moet je grens moeten stellen. Oké, okay, zover wil ik gaan uh, en dat je een goed gesprek met je partner moet hebben, want als je gaat ondernemen gaat er gewoon heel veel tijd in. Ja, en dat krijg je niet direct terugbetaald. Dat is wij zaten ook avonden en weekenden, zeker toen jij YouTube-kanaal had en ik later had ik ook een eigen YouTube-kanaal, zat je gewoon tot s'avonds laten editen en de volgende dag moest je weer ja. voorstellen maken en naar klanten of andere baantjes doen. We en hadden toen echt, geen gezin, ja. dus dat scheelt. Ja. Um, maar onze relatie, op een gegeven moment, we hebben ook weken gehad dat we elkaar nauwelijks zagen. En je stelt ergens een grens van: oké, okay, maar nu, gaat het, nu wordt het iets te gaan. Ja. En als je een gezin hebt, moet je dus een gesprek hebben met je partner en zeggen: Oké, okay, kun je mij ondersteunen? Ik heb meer tijd nodig om dit, ja, om dit te gaan starten. Maar als je maximaal 40 uur wil werken, ja, dat kan ook. Maar dat is niet in mijn boek hoe ondernemen werkt. Want ja. Nee. Je gaat gewoon veel meer tijd eraan spenderen. Het is en dat gewoon je altijd. En, maar voor dus mij is het. is niet ja. je balans vinden, maar het is je grenzen waarvoor je zegt: dit is het maximale waar ik. Waar ja, tot ben. waar ik wil gaan en wat geoorloofd is in mijn omgeving. Ja, ook dat. En die drive waar we het eerder over hadden, die is dus zo belangrijk. Want ik heb altijd heel hard gewerkt. Ik heb inderdaad in de opstart van mijn YouTube-tijd. Pas na anderhalf jaar verdiende ik voor het eerst 1 euro met mijn YouTube-kanaal. En na twee jaar kon ik ervan leven. Uh, en ik heb al, al het geld dat ik verdiende met presenteren op televisie en met modellenwerk en acteerklussen verstopte ik dus in, het, in mijn YouTube-kanaal. Want dat was mijn drive, dat was mijn passie. Ik geloofde daar echt in. Ook al geloofde niemand in mijn omgeving in dat YouTube-kanaal, wel mijn ouders, maar niet. Ik bedoel mijn vakgenoten. dachten echt, die, well, Are waar you je crazy? Je ja, wat doe jij? Ja. Uh, maar ik dacht: Nee, ik wil dat verhaal vertellen over geluk en over spiritualiteit en over jezelf vinden. Dus ik ben doorgegaan en die drive heeft er altijd voor gezorgd dat ik. Het voelt zoals mijn missie in het leven. En dat maakt het zo makkelijk om er elke keer weer. Uh, ik kan blijven putten uit die bron. Die is gewoon, weet je wat, die, die gaat nooit op. Uh, en als ik voel dat die wel opgaat, prima. Dan ga ik wat anders doen. Maar op dit moment uh, stroomt die over nog steeds. Uh, en dat, dat houdt je bezig. Eh? Ja. En dat is echt heel waardevol. Dus je moet ook echt iets, iets hebben waar je wel heel gepassioneerd over bent. En waar je ook jaren content over zou kunnen maken. Als je, als je hier nu op terugkijkt, hè, dat begin van als ondernemer zijnde, en dat was nieuw terrein ook voor jou. Mm -hmm, ja, zeker. Ja. Um, als je daar nu op terugkijkt en je zou het nu opnieuw doen, zou je dan, want uh, dat is eigenlijk ook een vraag van iemand, start je dan wel of niet met een coach, zodat je ondersteund wordt? Oh nee, ik had echt veel sneller dat moeten doen. Een, een coach nemen. Je was is... er waarschijnlijk op dat moment niet op YouTube nou, vlak. Want je was een van de eerste. Klopt, maar Google was mijn coach eigenlijk. Dus die nam ik ook. Hè. Dat was, ik had ja, twee... niet, niet even voor de duidelijkheid. Je ging niet zitten googlen. Oh, je sorry, had contact ja. met Google nee, Nederland. Ja, nee, dat zeg ja, okay. je iets heel waardevols. Nee, uh, ik had twee afleveringen gemaakt. En uh, toen werd ik dus gebeld door Google van: hé, uh, hey, kom eens praten. Want hier valt geld mee te verdienen. Zij wilde natuurlijk geld aan mij verdienen. Want Google is natuurlijk. Uh, ja. YouTube is van Google. En met die advertenties. Verdienen zij uh, ook heel veel geld. Maar dat duurde even hè, voordat je daar was. Uh, Want je hebt de eerste anderhalf maar... jaar hebben ze jou niet gebeld of wel gebeld? Jawel, met... nee, ik verdiende wel geld. Maar ik had natuurlijk niet de views. Dus je verdient super weinig met die ads. Wat dus verdien dus je? Dan? Me, ik ben toen meteen langsgegaan bij Google. Maar in het eerste jaar kon Schat, je er niet ik, van leven. Ik, toen ik in mijn hoogtijdagen van YouTube heb... verdiende, ik nog steeds maar een paar honderd euro per maand. Dus dat is ja, nooit dus je iets geweest. Wel expert te weten. Het ging, nee, het, is, het ging altijd om de branded content. Daar verdien je natuurlijk wel ja. geld mee. Maar, uh, dus ik ging dan kwam dan daar op kantoor en dan gingen ze mij presentaties geven Dat was geweldig. Uh, maar ik vind um, een coach is zo. Wij hebben ook weer een business coach. En uh, ik kan het ook zeker aanraden. Want een coach is je versneller. Die weet alles al. Die heeft alles al. Voor je uitgeprobeerd. En dat kan je letterlijk jaren schelen. Ja. Of wij hadden laatst ook weer met uh, Willemien. Willemien van der Veen, shout-out naar jou. Zij uh, had uh, van ook uh, Will and the People. Will and the People. Zij maakt allemaal. Uh, zij coacht uh, mensen met online programma's. En ze weet gewoon heel veel ook over marketing, over e-mail marketing. En daar weet, wisten wij nog niet zoveel van. En we leren echt heel veel van haar. Nou, ze gaf even uh, een paar tips. En we hadden meteen heel veel klanten door een paar e-mails. En dat was dan dankzij haar. Ja, had ik ook een jaar over kunnen doen, weet je. En ik vind toch, een coach is echt je versneller. En jij hebt dat ook op een best wel inspirerende manier aangepakt, vond ik. Want we hebben allebei een coachingsopleiding gedaan bij Ton Keunen. Maar op een gegeven moment zei Jor gewoon... Ton, jij weet alles van coachen, want hij deed het al twintig jaar. Uh, hij doet het nog steeds trouwens, ook een hele goede coach. Um, maar jij zei: ik wil alles van jou leren. Uh, hoe, hoe had je dat ook weer aangepakt? Ja, ik zeg: um, hoe lang ben je nou bezig, dat zei hij, ja, Ik heb 15 jaar of 13 jaar. Ik zeg: oké, okay, ik wil alles in een jaar leren wat jij in 13 jaar hebt geleerd. Wat is daarvoor nodig? Ja. <laughs> ja. En Toen ben je ook gewoon met hem gaan samenwerken, zo successies daan. Ja, nee, daar heb ik gewoon, uh, ben ik gratis. Heb ja. ik gewoon mijn fee die ik zou voor een cultuurtrek zou krijgen en sessies met leiderschapsteam heb ik aan hem gegeven en dan ben ik er gewoon bij gaan zitten. Ja. En dat wist de plan oh, ja, niet, ja. maar nee. ik betaalde dan volledig uh, ton. Ja. Uh, en zelf hield ik er eigenlijk niks aan over. Uh, maar dan was ik er was er wel kennis. bij en heel veel kennis. Ja. En, en dat was waardevol. Dat was ja, mega. Waardevol. En kijk, soms denk je van dingen wel wat te weten. Maar ja, som er zijn altijd mensen die verder zijn. En als je daar uh, op een goede manier zeg maar, een wisselwerking mee kan hebben. en je dus 13 jaar kan overslaan. Ja, dat is te gek natuurlijk. En natuurlijk, het is niet zo je hebt dat niet je niet echt je, 13 jaar overdraagd, nee, maar je, je bent wel versneld, maken, hè? Ja. je moet nog steeds ja. uren maken. Alleen ja, je hebt wel gewoon iemand die er allemaal is geweest en die zegt, nou ja, daar hoef je niet mee bezig te zijn. Je moet je hierop richten. En dat is goud waard. Mega. Dat ja. is echt goud waard. Ja. Dus ja, ik zou. Het ligt een beetje aan welke industrie je zit, maar een coach gaat je zeker over het algemeen helpen. Dat ja. is <laughs> de juiste. Um, welke taken besteden jullie uit? Oftewel, hoe ziet jullie team eruit? Een vraag van Wieke. Van Wieke. Uh, hoe ziet ons team eruit? Nou, uh, weer een shout-out <laughs> naar Ellen en naar Gerard en naar uh, Ilse op dit moment. Wij hebben altijd een team, ja, we hebben meerdere freelancers waarmee we werken. Dus zijn, uh, nou, Ellen is eigenlijk wel, een, die is ook een freelancer, maar daar werken we wel al een paar jaar mee. En zij, ja, hoe leggen we uit wat Ellen doet? Ja, ze eh, doet zoveel verschillende. Ellen dingen. doet de back-end. Dus als we een online programma hebben, dan heb je aan de achterkant een e-mailsysteem, een betaalsysteem, een website. En alles moet aan elkaar, of wil je aan elkaar koppelen. Dat als iemand iets koopt, dat hij automatisch een bevestigingsmail krijgt, maar ook automatisch in een groep valt, zodat je die later weer kan mailen. En dat er ook een aantal automatiseringen zijn. zodat dus hij automatisch toegang krijgt tot uh, het product wat diegene heeft gekocht. Het zijn namelijk allemaal andere websites die aan elkaar geknoopt worden. En dat doet Ellen. Um, dan hebben we Gerard, die dat is een supergoeie editor. Die edit uh, eigenlijk altijd mijn YouTube-vlogs. En die edit onze video's van ons nieuwste online programma. Dat doet hij supergoed. Dat ziet er echt mega slick uit. Uh, en dan hebben we Ilse die weer alle illustraties en vormgeving doet. Ja. En het is een beetje naar gelang het project dat we hebben, waar het team uit bestaat. En wie en... kan? Maar we hebben een pool, we hebben ook nog natuurlijk Jeppe. Die doet audio nabewerking, bijvoorbeeld van mijn meditaties. Of oh, ja van je en meditaties, niet van vooral niet van de podcast. En nee. uh, We werken voor ziel samen met dag en Nacht Media... want daar ja. zitten we bij met onze podcast. En ik heb ja. natuurlijk... Dus dit is echt maar voor ons gezamenlijke bedrijf. En dan ben ik natuurlijk ook nog uh, een influencer. Ik ben bijvoorbeeld nu een hele gave collectie aan het ontwerpen met een merk. Oh jongens, dit wordt zo leuk. En ik kan het nog niet zeggen. Misschien over een maand, maar het wordt echt heel gaaf. Maar dit soort grote dingen waar ik soms een jaar mee bezig ben... maar ook andere influencer campagnes die ik doe... lopen allemaal via mijn management. En daar heb ik een projectmanager, uh, Laura heet ze. En zij behandelt alle e-mails. Zij heeft contact met alle klanten... Want als ik dat zou moeten doen, hè, dat een klant belt: hé, hey, je kortingscode staat niet goed. of hé, hey, uh, weet ik veel. wat was het bereik van deze statistieken, van, de, van deze post? Hè, want dat moet je altijd terugkoppelen als influencer. Um, dan moet je zelf soms, als je niet het bereik hebt gehaald. wat jouw gemiddelde is, moet je soms een post opnieuw doen. Er wordt allemaal gemeten. Dus dat is allemaal veel professioneler dan je misschien denkt. Maar dat wordt allemaal opgepakt door mijn management. En ik ben heel blij dat zij dat doen. Uh, maar ook uitnodigingen voor events, uitnodigingen voor sprekersklussen. Weet je wel, dat komt allemaal bij hun binnen en zij pakken dat allemaal op. Ja. Dus zo bestaat ons team eigenlijk uit verschillende mensen. Ja. Hangt het hangt van het project af. Ja, en dat ligt ook aan. Kijk, een idealiter ben je de hele dag bezig met dingen waar je goed in bent en die je leuk vindt. Maar realistisch gezien hoort bij het ondernemen ook gewoon klussen die gewoon gedaan moeten worden. Maar ik denk dat wij nu wel weer aan de vooravond staan van een nieuwe fase waarin ja. we. Uh, nog meer dingen gaan uitbesteden ja. uh, waar andere mensen veel beter in zijn, zodat wij echt kunnen focussen op waar wij goed in zijn: dat is nieuwe programma's maken, content ja. maken. En, ja, een vaste sommige... medewerker zou echt uh, een topidee ja. zijn, denk ik. En, en, en een goed voorbeeld van wat ik niet leuk vind, maar wat ik wel zou kunnen doen, is dus veel samenwerking. Maar ik heb op mijn social media bijna geen samenwerking, omdat ik heel kritisch ben en, en soms heel vaak denk ja, ik: moet, het moet wel passen. Ja, je bent ook gewoon niet zo goed, schat. Uh, blijkbaar <laughs> ben ik dus ook niet zo goed. <laughs> Uh, maar goed, ik krijg nog steeds veel aanvragen. Steeds minder. <laughs> dat is waar, dat is waar. Uh, en ik zeg heel vaak nee. Dus als je twee jaar lang nee zegt, of drie jaar lang nu... dan krijg je steeds minder aanvragen. Dus ik denk dat daar ook... Ja, daar <laughs> en is, oh, ben is, ik niet zo goed. Nee, um, ja, je, bent zo, je bent wel goed. Maar je maar weet goed, zelf wel nee, wat je kunt doen. misschien ver en af. Ik vind het ook niet leuk. Dus nou, hoe, goed, hoe goed kun je ja, zijn in iets wat je niet leuk vindt? Content ja. maken is... Uh, en partnerships, mensen denken: oh ja, je roept even het product, maar het wordt heel nee, vaak ranzig nee. als je niet creatief bent. En ik ben wel creatief, maar niet op dat vlak. Omdat ik gewoon heel vaak denk: ja, ik heb hier geen zin in. Ik vind het ja. veel vetter om die producten te maken, zoals ons online programma. Uh, daar kun je ook gewoon veel meer geld mee verdienen, uh, dan dat ik een samenwerking ga doen. Dus als ik een samenwerking doe, dan ben ik super enthousiast. Uh, maar het zijn er gewoon niet zoveel. Nee, dat, nee, klopt. dat, dat is positief eigenlijk voor super... de merken ja. die ik wel werk. Ja, Shout-out naar. Uh, NoordVPN. Nou, dit is wel nou, een mooi moment. Nou, laten we nu dan dit erin fietsen. Dit is fiezen. niet vooropgezet, maar dankjewel voor de inkoop, Sunny. Want um, als we dan wel samenwerken, dan is het met iets wat we bijvoorbeeld zelf gebruiken of heel enthousiast over zijn. En een partner van deze podcast is dus VPN. Dat is een VPN. Ga ik zo even uitleggen wat dat is. Maar uh, dat gebruik ik al jaren. En als techgeek wil ik graag met je delen waarom jij dat als ondernemer of toekomstig ondernemer eigenlijk ook wil gebruiken. Want... Vaak ben je als ondernemer onderweg en dan zit je in een hotel of een coworking space of een koffietent en dan verbind je met de openbare wifi. En daar denken we vaak niet over na, maar in zo'n coworking space, zo'n openbare plek, is die wifi veel minder veilig dan thuis. En dit is zo'n typische van ja, dat regel ik wel een keer of uh, dit gebeurt mij niet. Totdat het je wel gebeurt en je merkt dus dat er iemand bij je gegevens kan of pff, niet alleen bij jouw gegevens, maar die van je klanten. Dan heb je ook een meldplicht. Heel veel ondernemers weten dat niet He, als je wordt gehackt, maar bijvoorbeeld je social media accounts kunnen overgenomen worden. En Zeker als mensen in je inbox zitten, in je mailbox, dan ben je helemaal die pijn uit. Want heel veel mensen gebruiken nog steeds dezelfde wachtwoorden voor van alles en nog wat. Dit kan je voorkomen met NoordVPN, want je gebruikt een VPN. Dat wil zeggen dat je eerst naar de hun website gaat. Dus je jouw laptop maakt verbinding met hun website en dan pas ga je naar de website waar je eigenlijk heen wil. En daarmee is je verbinding versleuteld. Uh, en dan kunnen dus internetproviders en hackers kunnen niet met je meekijken wat je aan het doen bent of wie jij überhaupt bent. En ik gebruik NordVPN daarvoor, dus ik ben een stuk veiliger, maar ik gebruik het ook om downloads te scannen op virussen of andere gekke dingen. Uh, ik krijg een notificatie als mijn inloggegevens uh, gelekt zijn. En zo kan ik dan weer direct actie ondernemen. En wat ik ook nog handig vind. Is dat ik toegang heb tot de lokale content van mijn favoriete streamingdiensten, waar ik ook ben ter wereld? Dus dat is wel echt een mooie Ja, op een mooie zien manier. Dat we in van Amerika VPN. live staan. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> en ja, wat ik fijn vind aan NordVPN: ik vind het makkelijk, want je kan met één klik verbinding maken, je hoeft geen technische achtergrond te hebben. Je kan het zelfs automatisch laten doen. Het is super snel. Ik heb meerdere VPN's getest, en dit is echt wel een van de snelste. Uh, en het beschermt zes apparaten met één account. Dus het is mijn telefoon, mijn MacBook die is uh, uh, be uh, beveiligd, maar ook bijvoorbeeld onze Smart TV. Um, dus als je dit luistert, denk ik, ik zou dit ook wel willen uitproberen. Probeer NordVPN nu zonder risico met een 30 dagen geld teruggarantie via de link in de omschrijving. En dan gaan we nu door naar de volgende vraag. Ja, Marije vraagt, dit is een cashflow vraag... Bij gemeentes doen ze soms aan 30 of 60 dagen uitbetaling. Dat is echt funest voor de cashflow. Hebben jullie tips? Ja, met, ja dat hoort er echt bij. Dat is ook echt ondernemen. Ik, ik weet niet beter. Vroeger werd ik met modellenwerk werd je pas na drie maanden uitbetaald. Uh, en dan, ja, dan moest je maar gewoon op wachten. En nu is gelukkig de wetgeving veranderd. Dus uh, officieel moet je binnen 30 dagen uitbetalen. Um, als werkgever of opdrachtgever en daarna mag je al meteen een, uh, een aanmaning sturen. Maar ik merk wel dat 60 dagen wordt wel nou, vaak eigenlijk. 60 uh... dagen mag als je daar afspraak mee maakt uh, ja. Maar vaak wordt het afgedwongen. Dus een grote klant, een grote organisatie of een gemeente zegt gewoon: ja, we hebben ja. gewoon 60 dagen. Hè. Wil je de opdracht of niet? En uh, daar kun je Oei. weinig aan veranderen. Al moet ik zeggen dat um, ik, ik was een keer aangenaam verrast, maar dat was geen gemeenteinstelling, maar dat was een reclamebureau die zei: ja. we betalen alle kleine ondernemers als eerste omdat ze oh, we weten wow. hoe moeilijk het is, dacht ik, oh wat vet. Ja, familie. zo vet. En je zou dat argument ook wel kunnen aanhalen, toch proberen. Ja. Ook al zullen ze er waarschijnlijk niet van afwijken. Bij elke klant zeg ik: hé, maar ik ben een kleine ondernemer. En om ervoor te zorgen dat ik volledig gefocust kan zijn op jullie, mijn klant. wil ik me niet druk maken om mijn rekeningen. Dus is er een mogelijkheid dat die 60 dagen naar 30 dagen kan? Of, dat of je als zegt, je altijd samenwerkt. Ja, of dat je zelf zegt, kan ik de helft vooraf factureren? Ja, maar dat is... Als, als het een vaste klant is... je iemand op 60 dagen is, dan is ja, dus vooraf okay. factureren misschien moeilijk. Maar je maar maar vragen. Je hebt wel gelijk. En ik deed het met de cultuurtrajecten ook. Want dan, ja. dat was een traject van een half jaar. En dan ging ik mijn hele agenda blokken. En dan zei ik ook altijd, als de opdracht doorgaat, dan factureer ik 50% vooraf. Nou, de eerste keer dat ik dat wilde vragen of vroeg, had ik het zweten op mijn rug staan. Want ik vond het heel spannend. Maar... Maar geen blik of blozen. Nee, oké, okay, is goed. Ja. En ik holy shit. Maar dat is ook wel logisch. Want ik had dus een half jaar lang alles geblokt. Ik had geen andere manier om geld te verdienen. Het is natuurlijk een beetje gek als je dan een half jaar gaat werken. en pas na een half jaar betaald krijgt. Ja. Dan zal het voor grotere ondernemingen kunnen. Maar voor jou, als kleine ondernemer, uh, moet je dit ook gewoon proberen te hosselen. Dus wat jij zegt, vragen. Ik moet trouwens nog even een shout-out doen naar Millie, want dat is mijn content creator. En die heeft echt een belachelijke betalingstermijn van één week. Waar ik er, <laughs> dat vind ik wel heel irritant. Ja. Dan moet ik binnen na één week zeggen: Hij hey, is mijn factuur al betaald. Daar doe ik niet aan mee. Dat er zijn meerdere mensen met die werken die dat doen. Ja. En dan zeg ik: Hé, hey, ik krijg over het algemeen ook al 30 dagen betaald. Soms betaal ik. Dan is, maar dat ligt ook echt aan de cashflow. Ja. Als nou, ik gewoon weet. Er zijn dat investeringen het, die ja. komen. En dan denk ik, ja, jouw factuur is behoorlijk groot. En jij vraagt één week betalingstermijn. Ja, sorry, maar jij gaat gewoon op 30 dagen. Maar ja. er zijn andere ondernemers Ik denk. Ja, oké, okay, zo'n bedrag kan er prima uit. En dan heb ik nog een buffer voor de investeringen die we doen. Want er is niks ergens als je net een paar facturen hebt betaald, en dat je denkt: oh, jeetje. We moeten mm, de druk ja. van een planner voor financieren van 20.000 euro. En ik heb net voor 5.000 euro aan facturen betaald, omdat ik het braafste jongens van de klas wilde zijn en gelijk binnen een week alles heb betaald. Dat is niet handig. Nee, als je is cashflow manager. Ja, dat, uh, daar ben ik ook wel iets beter in geworden. Nee, één week is zo kort, maar ik betaal eigenlijk altijd nagenoeg. Zodra ik de factuur zie, betaal ik hem meteen uit. Want als ik, ik ga dan. Dat is ook zo'n productiviteitstip. Van je moet niet twee keer dezelfde mail openen. Als je hem ziet, moet je hem meteen afhandelen. Uh, maar goed, dus ik heb dus ook nog iemand die, uh, die me helpt met filmpjes maken ja. en content creëren. Uh, we gaan door naar de vraag van Sanne. Ik vind investeren in mijn bedrijf heel erg eng. Hebben jullie tips om hier zelfverzekerder in te worden? Ja. Uh, oh? De tip is: uh, kijk niet naar wat het je kost, uh, maar kijk naar wat het je kan opleveren. Dus om iets te bepalen of iets een goede investering is, is niet kijken naar de prijs. Want 10.000 euro kan een koopje zijn of belachelijk veel geld. 10.000 euro is een koopje dat als je een jaarprogramma met een coach doet en je investeert 10.000 euro en je verdient daardoor, je maakt je omzet verdubbel je van 100 naar 200.000 euro, dan is 10.000 euro een lachertje. Laten we even zeggen winst, want omzet is een beetje lastig. Maar stel je voor, je hebt 100.000 euro winst en je gaat met een coach aan de slag en die vraagt voor een jaar trek 10.000 euro. En jij gaat daarna verdubbelen in je winst. Ja, dan is tien, dan betaal je dat toch met, met plezier die 10.000 euro rekening, want je hebt 100.000 euro extra verdiend. 10.000 euro is natuurlijk een belachelijk groot bedrag. Als die coach ervoor zorgt dat je maar duizend euro meer verdient. Hè? En dus wil je altijd kijken: oké, okay, waarin ga ik investeren? Wat is de potentiële uh, uitkomst? Maar dat weet je toch helemaal niet. Nee, dus maar daar kun je ook lastig, afspraken ja. over maken. Uh, um, je, je weet het al een stuk beter: door wat krijg ik? Wat krijg ik ervoor en wat kan ik daarmee? Dus als iemand een klantenlijst met je deelt, of samen met jou sales pitches gaat maken, of het is maar net in welke hoek het zit. Uh, maar investeren in je bedrijf. Er uh, gaan investeringen altijd niet goed vallen. Dus wij hebben ook wel eens geïnvesteerd in editors of, of, of illustrators dat we zeiden: shit. Weet je, dit, dit is hem gewoon niet. Nee. En dan moet je ook gewoon snel je verlies pakken. Zeg, hé, hey, dit is absoluut niet van wat we hadden verwacht. Factureer maar dat eerste gedeelte. Of factureer alles wat je tot nu toe hebt gemaakt. We gaan eigenlijk alleen niet meer verder. En wij moeten nu voorwaarts, want we ja. hebben een deadline. Klopt. Dan ga je door naar de volgende. Dan pak je je verlies. Ja. Dit doe je op kleinere bedragen, maar we hebben dit wel eens gehad met, nou, was onder ja. de 1000 euro, maar het was nog steeds geld. Um, uh, dus zo werkt investeren ook. Uh, maar je kan op voorhand natuurlijk, en je wordt steeds wijzer hierin. kun je wel dingen checken. Weet je, uh, referenties, wat uh, uh, ja, doet diegene zelf? Hè? En, en dus kun je je investering ook gewoon bepalen: van, is dit. Hè? En, en risicospreiding. Uh, ja, als jij 3000 euro per maand verdient. en iemand vraagt 6000 euro voor een track, ja, dan is dat twee maanden de Dan is dat te vroeg. Nou ja, dat kan... hebben we met ons retreat ook gezegd. Wij gaan natuurlijk nu volgende week op retreat met ja. uh, acht ondernemers geven we een business retreat. En uh, we hadden best wel veel mensen die mee wilden... maar we wilden echt ondernemers die al een tijdje bezig zijn... omdat we iedereen echt aan elkaar koppelen... zodat ze echt elkaars netwerk ook kunnen worden. Toen hadden we ook één dame, superleuke meid... Uh, maar nog heel erg beginnend. En toen heb jij ook echt gezegd van... ik denk dat deze investering van het retreat voor jou nu te vroeg komt. Uh, dus jij hebt eigenlijk een keuze voor haar ja. gemaakt. Maar dat, ja... Dat, ja, dat en dat is, kwam te ja. vroeg omdat A, ah, dat was inderdaad voor haar uh, ongeveer maandsalaris... En daardoor lag de druk zo hoog om dat direct terug te verdienen. Terwijl ja. wij weten, wat wij deden is heel waardevol. Maar het kan binnen één maand kun je daar al een resultaat van zien. Maar het kan ook vier maanden duren. Uh, en da en dat, ligt, dat ligt aan heel veel factoren. Dat het waardevol is en dat je die investering makkelijk terug gaat verdienen. Dat, dat durf ik te zeggen. Maar dat kan wel. Uh, dat, dan durf ik wel te zeggen, dat ga je in een jaar zien, zeker. Maar in de eerste maand geen idee. En, ja, en als jij 3000 euro hebt uitgegeven en denkt van... ja, ik moet volgende maand dat geld terug hebben. Ja. Dan gaat het niet werken. Nee, dus met mensen voor Niet voor, de voor deze investering. Nee. Maar als jij 3.000 euro investeert voor een salesjongen die direct de volgende dag allemaal klanten gaat bellen ja. om vragen van wil je nog een keer een dienst afnemen, ja, dan is de investering die je wel zou kunnen maken. Dus het ligt wederom in de type investering. Ja. Aan de type investering. Maar het is wel echt een goed idee om te investeren in een coach of in ja gewoon in je bedrijf. Ja. Goed. Marketing en online presence, de ja. laatste categorie. Dit is eigenlijk een, bijna een aparte podcastaflevering, maar laten we er vast bij pakken. Wat is, uh, vraagt Ella, Ella Lisanne vraagt: Wat is een goede aanpak om online zichtbaar te worden? Zij is professional organizer. Uh, ja. Door het anders <laughs> te doen dan de rest. Dus wat meeste mensen doen vanuit angst, is doen wat de rest doet. Dus dan kijken ze, ze zijn coach en dan zien ze al die coaches die hebben een fotograaf ingehuurd met een paar mooie foto's achter hun laptop en dan een mooie tekstje op Instagram. Wat doet de rest nu? Ja, of dus een reels. Basis. Iedereen maakt nu ook reels en dan loop je in een mooie outfit op straat en doe je leuk muziekje eronder ja, en dan, dan zet dan ga je, je erbij. Uh, lees in de caption. Mijn, meer. mijn tips: lees in de caption. Ja, ja. het werkt het wel. Werkt, maar... Het werkt. Alleen de rest doet het ook. Dus, ja. dus je moet dat doen en meer. Ja. Dus het is niet meer genoeg. Tuurlijk moet je goede foto's hebben voor je website en je social... en je moet uitleggen wat je doet, maar daarmee ga je niet opvallen. Opvallen is kijken wat heeft de klant nodig? Wat doet de industrie daar nu aan? Wat zijn frustraties bij de klant en hoe kan ik het anders doen? En een voorbeeld is Coolblue met service. Iedereen ergert zich als ik online koop en ik moet terugsturen... gaat het allemaal heel moeilijk en als ik een wasmachine bestel... dan krijg ik dat verpakkingsmat. Nou, dat is een kleinere, minor ergernis. Maar de grootste ergernis was ja, als ik nu bestel, krijg ik pas over drie dagen... Of als ik het bestel en ik moet het terugsturen, is het heel gedoe. Dat heeft Coolblue als eerste weggenomen. Als je voor 1 voor 12 bestelt, krijg je het de volgende dag. En als je het moet terugsturen, hebben we een gratis antwoordnummer, geloof ik. Ik geloof dat ze dat nu nog steeds doen. Dit is geen spontaan Dit is jongens. geen spont, Maar dit is gewoon een voorbeeld van. Zij wisten dat consumenten dat irritant vonden. En dat het hun tegenhield om te bestellen. Omdat ze niet zeker wisten: ik moet een cadeau hebben voor dit weekend. Dat is zo'n uh, box. En die wil ik bestellen en ik weet niet of die op tijd komt. En die frustraties wegnemen zorgt ervoor dat je opvalt. En dat gaat niet van de een op de andere dag. Maar dat betekent dus: hoe val je op? Ken je klant? Wat zijn de frustraties? Wat zijn de wensen? En hoe kun je daar anders op inspelen op een originelere manier dan de rest? Een originele manier is niet een clown uithangen. Maar is gewoon kijken: oké, okay, wat maakt mij mij? Hoe kan ik mezelf meer laten zien? Authentiek. En um, daarmee val je op. Ja. En, Even heel kort, ik had een cultuurbedrijf. Wat ik aanbood, bood een Deloitte ook aan. Dus het was niet heel veel anders hoe wij cultuur veranderen. Ik vond van wel, maar als je het even heel hoog bekeek, waren het dezelfde stappen. In een cultuurtraject. Maar wat mij anders maakte... was dat ik een YouTube-kanaal daarover begon... en dat ik heel veel kennis deelde. Ik gaf 30% van mijn kennis gratis weg. En dat maakte mij anders. Terwijl ik uiteindelijk hetzelfde product Nou, Maar verbocht. je liet jezelf... wat je nu zegt, is je laat jezelf zien. En dat doen heel, kwetsbaar. heel veel ondernemers doen dat niet. Of die laten alleen het perfecte plaatje zien. Maar wat ik, waar ik heel erg in geloof... is dat je niet het eindproduct laat zien uh, op social media... maar dat je het proces laat zien. Laat zien. Ja. En vooral de backstage, dus ja. de struggle. Je wil iets graag, je bent onderweg, je neemt daar mensen in mee. Uh, en dat is iets wat uh, iedereen leuk vindt om te zien. Want het is een soort make-over tocht, hè, waar je eigenlijk naar aan het kijken bent. Uh, uh, er zit heel veel herkenbaarheid in. Dus ja, wat scoort goed op social media, dat is toch emotie. Dus dat je iets heel grappig vindt, of dat je iets heel erg herkent, of dat je iets heel erg gênant vindt wat je ziet. Of uh, toch dat ietsje raakt emotioneel. Ja. Of herkent in hè, ik probeer altijd mensen een spiegel voor te houden. En dan denken ze: Oh ja, nee ja, oh ja, dit doe ik ook. Ja, pff, dit kan eigenlijk ook anders. Dus het raakt iets in ze waardoor ze het onthouden. En dat is dus altijd mijn ja. tip: als je als je content maakt, zorg dat het een emotie raakt. Uh, en dat het gaat over de ander, dus niet over jou. Uh, hè, dus over, ik ben Sunny en ik heb te vertellen wat ik allemaal doe. Maar, ja, maar wat... dat is een expert-positie en dat geeft je heel weinig ruimte. Nou, dat is sowieso wel goed. Je moet je expert ja. wel claimen, maar daar ben je in het begin zeker nog niet. Maar vooral, wat heb ik te bieden? En dat is iets wat bijna, wat zoveel beginnende ondernemers toch eigenlijk te weinig doen. Ze zijn alleen maar bezig met projecteren... of ja. uh, laten etaleren. Dit ben ik, dit is wat ik doe. Dit ben ik, dit is wat je ik doe. Bieden. Bieden. Het is niet wat je hebt te bieden. Het is wat je voor die ander kan betekenen. Maar echt letterlijk geven. Dus wat jij Juist. met je YouTube-kanaal... dan ben ik daar weer terug, deed... was je gaf heel veel waarde weg. Waarde weggeven... en dat deed ik met mijn YouTube-kanaal... natuurlijk ook tien jaar Zeker. lang. Waarde geven, en met deze podcast... by the way ook, is uh, heel leuk... Uh, het is motiverend, maar mensen leren ons kennen, ho ook hoe wij coachen. Ik, ik denk dat je makkelijker in een coachtraject van ons zou stappen, omdat je ons hier hoort en je weet hoe we praten en dat we direct zijn en niet formeel. Dus um, je laat jezelf letterlijk zien. Ja. En mensen willen werken met mensen. Ja. Nou, en ze willen zien ja. wat je in huis hebt. Jij hebt <coughs> meditaties gemaakt op je YouTube-kanaal. Die zijn samen 36 miljoen keer beluisterd. Het wordt steeds meer. Het is 3 miljoen. Maar dank oh, je wel. Sorry. Oh, nee, wat was het nou? Oh, al je video's zijn 60 miljoen <coughs> keer bekeken. Sorry. Alleen ja. de meditaties zijn iets van 2 of 3 miljoen keer beluisterd. Ja. Ook nog steeds superveel. Um, en er zijn mensen die nog steeds gewoon gratis jouw meditaties doen. En dat is helemaal te ja. gek. Gisteren vroeg nog iemand: kun je die gratis meditaties niet in je album zetten? Ja, dus die doet ze nog steeds, ja. leuk. En, um, en dan zijn er mensen die na zes jaar zeggen... en nu komt een nieuw meditatiealbum uit. Dat is de derde van Sunny. Nu ga ik dat eens kopen, want ik ben zo blij met haar meditaties. Ik vind het echt waard. En als ze dat niet doen, is het ook goed. En er zijn ja. mensen die gelijk een meditatiealbum kopen. Um, de content die je maakt, 99% neemt het gratis af. En, daar, en dat is helemaal oké. Okay. Dat zijn je ambassadeurs als ze fan zijn van je content. En 1% of 2% koopt iets. En dat is het model. En daarmee heb je eigenlijk wel mooi... Je hebt, twee mensen hadden nog vragen over content. Die heb je daar eigenlijk wel mee beantwoord. Want hoe houd jij je content uniek? Dat is net wat je zegt. Waarde leveren, laten zien, het proces achter de schermen. Ook weer die kwetsbaarheid. Van, ja, je weet wat je aan doen bent, maar je bent ook nog heel veel aan het leren. Want ja. ik, ik geloof niet in... Um, dit is wel een beetje moeilijker. Maar jezelf echt neer gaan zetten als expert, dat geeft je heel weinig vrijheid. Want dan moet je overal van alles afweten. En dan kom je heel makkelijk in discussies. Terwijl je ook kan zeggen, kijk, luister, hier weet ik heel veel van... Hier ben ik nog geen aan het leren en ik laat mijn proces zien. Dat deed ik ook in de cultuurprojecten. Weet je, wel, ik heb twee keer bij bedrijven, omdat ik daar in de directie zat, de cultuur uh, verbeterd. Uh, maar nu ga ik bij een ziekenhuis, vuurmedicentrum aan de slag. Ik heb geen idee hoe het hier werkt. En dat liet ik. Hè? Dus dan laat je zien, ik weet waar ik het over heb. Maar in deze setting ben ik heel veel aan het leren. Dus haal ik er een expert bij. Dat is ja. kwetsbaar zijn. Terwijl je niet gelijk zegt, ik snap er niks van. Nee, dat is niet wat je zegt. Maar je zegt wel, dit is wel nieuw. Ik moet hier wel even in. Maar kwetsbaar zijn is ook best wel vaag. Want sommige mensen denken van, nou dan gaan ze maar. Als ze een baaldag hebben, uh, gaan ze dat heel erg delen. Van, oh, ik heb het zo zwaar. Ja, is gaan huilen uh, op het internet. Nou, eigenlijk wel. Maar nee, maar ik bedoel meer van, pff, uh, het lukt me maar niet om tot mijn onderneming te komen. Ja, dat of, is niet de kwetsbaarheid, die je, niet je de kwetsbaarheid die je zoekt. Want dat, daar heeft namelijk een kijker of een potentiële klant heeft daar geen bal aan. Dat je aan jouw wel? gezeur. Want dat is het eigenlijk even heel bot gezegd. Het is wat heel dan dan? Nou, een andere soort kwetsbaarheid, dat je bijvoorbeeld, je bent net begonnen voor jezelf, je bent op zoek naar klanten, maar je vindt ze, je hebt nog niet genoeg omzet of je hebt nog niet genoeg klanten. Dus je gaat vandaag naar een event om te kijken, hé, hey, kan ik hier nieuwe inspiratie bieden? Wat is dan een stuk kwetsbaarheid? Nou, delen dat je nog niet zo succesvol bent als iedereen misschien denkt dat je bent. Dat is één vorm. Um, uh, maar ook kwetsbaarheid kan zijn dat je bent begonnen met je onderneming vanuit bijvoorbeeld een, een why, vanuit een pijn. Ben jij begonnen? Is het idee van je onderneming tot je gekomen? En die, die pijn dat je die gaat delen? Dat je die frustratie uit jouw verleden, waarom je ja. uh, tot je boek of tot je ja. whatever bent gekomen. Ja, ooit was jij op dezelfde plek? en dat zag het toen zo uit en nu ben ik hier en daarom wil ik ook anderen ermee helpen. Nou en ik merk soms dat ook in mijn geval zijn. zou ik, uh, ik ik mag eigenlijk van mezelf of moet van mezelf af en toe mijn verhaal wel nog beter vertellen, want uh, ik ik heb natuurlijk wel een tijd gehad dat ik echt totaal echt mezelf kwijt was en heel ongelukkig was en dat voelt dan van oh ga ik daar nou weer over hebben moet ik niet doen en het boeit ook niet en ik wil ook niet te veel naar het verleden kijken, maar in de storytelling is het vaak wel nodig dat mensen ze zien nu alleen maar. Hé, hey, die vrouw die heeft hartstikke goed voor haar, heeft een leuk huis, dan. heeft een leuke man, weet je wel waar heeft ze het over? Dus voor mijn brand heb ik, moet ik wel blijven vertellen: ik kwam van een pijn, weet je wel, daar ben ik gaan zoeken, ben ik gaan vinden en daar is het ontstaan. En nog steeds, elke dag opnieuw, is weet je wel, het hele leven, je blijft steeds weer. Je balans en je geluk weer opnieuw zoeken. Dus ik moet dat verhaal blijven ja. vertellen. En ik vergeet dat soms. Ja, nee, want je kreeg een keer een opmerking van ja, makkelijk praten zou niet, maar van de zoveel vinkjes van Joris Luyendijk, de zeven vinkjes, geloof ik. Moet jij, er wel, moet jij ze allemaal wel scoren? En toen ging je kijken, zei ja, ik, score er drie. Weet je, mijn ouders zijn dit, uh, maar ze hebben geen uh, hogere opleiding genoten. Uh, ik ben geboren in Nederland. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd wat die vinkjes zijn, maar je kwam op drie van de zeven. Ja, dus je bedoelt gewoon te zeggen, mensen nemen dingen aan. Mensen nemen dingen ja. aan door te zeggen. Ja, je hebt makkelijk praten, want alles zit mee. Of je had geld vanuit huis. Of. Uh dat allemaal niet waar is. Het zit de laatste tijd hartstikke mee. Maar dat is omdat nee, ja, ik al precies. mijn eigen huiswerk doe. Nee, maar ja, dat is niet om te zeggen... kijk, we moeten zijn. We Daar zijn van ik. niks begonnen. Want nee. ik bedoel, ja, ik ben in Nederland geboren. Dat is gewoon een hele dikke plus. Ja. Uh, uh, en ook al ben ik half Indisch... Uh, ja, ik zie er gewoon uit als een blanke... Uh, ik ben gewoon een witte Nederlander. Ik kwam er, er pas um, na zes maanden achter dat je Indisch nee, bent. Ja, dus ja, maar ik zie er ook niet heel erg Indisch uit. Maar, nee. Um, en onze uh, kinderen al helemaal niet. Nee. Maar... Uh, ja, als ik die vinkjes ga kijken, nou ja, dat is het enige vinkje extra. Haal ik er vier van de zeven omdat ik man ben. Ja. Um, maar heel veel andere, ik heb geen universitair opleiding, al, al die dingen. Ik dus ook niet. Uh, uh, mensen doen heel veel aannames en daarom is het belangrijk om dat verhaal te vertellen. Van ja, ik heb ooit uh, net aan de MAVO gedaan en uh, weet je, ik moest eigenlijk mijn LBO en, uh, en ja. zijn er zijn heel veel andere dingen. En dat is niet zo van, oh wat zielig, helemaal niet. Alleen uh, je wil mensen er inderdaad in meenemen ja. zodat ze snappen, oh wacht even. Um, Jij hebt hier ook ooit gezeten, of jij hebt in ieder geval niet zomaar het makkelijke weggetje gehad, waardoor je ineens kan zeggen: Nou, ik heb het geluk gevonden. Nee, je, je, hebt ook, je bent nou, heel lang. De, de journey jou, is journey, ja. de journey is wat je ook, wat, uh, wat ook blijft hangen bij mensen. Hè? Dus waar kom je vandaan en waar sta je nu? Mm -hmm. En daar kan je ja, ook content over maken. Daar ja, ging het over. Ja, dat is waar mijn hele YouTube kanaal over ging. Dat ik gewoon liet zien hoe ik een bedrijf ging bouwen. En dat ik, ik zei ook letterlijk, ik ga vast een paar keer heel hard op mijn snuffert. En lijkt me leuk. Nou, ik denk in het moment niet, maar omdat daar jullie in mee te nemen met de video's. Ja. En dat scoorde heel goed uiteindelijk kreeg ik al mijn klanten via het YouTube kanaal, maar dat had ik van tevoren niet kunnen bedenken. Jij zelfs ook niet met jouw YouTube kanaal. Nee. Toen ik begon hadden wij niet kunnen bedenken dat daar klanten uit zouden komen. Nee, het was had ik niet. Het was echt Zoals hilarisch dat... eigenlijk hoeveel grote namen vooral toch die vlog van jou hadden ja. ontdekt. En ik moet ook zeggen, ik begon mijn YouTube kanaal met hele leuke reportages al aan een tv-programma. Uh, heel gelikt met goede cameramensen En uh, het begon pas echt te lopen. En ik kreeg pas echt veel volgers toen ik gewoon voor die camera ging zitten. In mijn eentje en ging delen van, nou, het gaat eigenlijk hartstikke slecht met dit en dat. En, uh, en zo, heb ik mezelf er, of zo ben ik mezelf er nu bovenop aan het krijgen. Of zo struggle ik nu met mijn geluk op dit vlak. Kortom, toen ik echt puur werd. En in mijn eentje voor de tv. Of voor de camera ging zitten. En persoonlijk ging delen waar ik mee zat. Toen begon het pas echt te lopen. Ja. En je moet alleen wel zelf de grens vinden natuurlijk van, ja, tot waar is het professioneel en heeft, is het relevant voor mijn bedrijf en waar is het ja. totaal niet relevant. Ja, En dat is uitproberen. En, en dat is uitproberen. Vooral uitproberen, uitproberen. En ja, je, ja, het is niet erg om fouten te maken. Ja. Hé, hey, ja. we hebben heel veel vragen gehad, we hebben heel veel vragen beantwoord. We gaan nog een aflevering doen over content specifiek. Dus voor iedereen die luistert en daar vragen over heeft, laat het ons even weten in de DM of onder deze podcast. Um, maar voor nu hebben we eigenlijk alle vragen gehad. Dus ja. we willen jullie allemaal hartstikke bedanken voor het luisteren. Wij vinden het heel leuk om dit soort podcasts te maken. Maar we vinden het ook heel leuk om van jullie te horen. Dus je helpt ons daarmee door een leuke reactie achter te laten onder de podcast. Het hoeft niet eens een leuke reactie te zijn, het mag ook een vraag of iets. Maar oh ja, dit is ook een tip in content maken: roep op tot engagement. Oh ja, Want op tot engagement. als je reacties krijgt, dan. Gepakt het, algoritme, het dat lekker? algoritme je video weer op. En dan wordt het weer meer voorgesteld dan anderen. Ja. Dus je helpt ons daarmee door gewoon een reactie achter te laten. Ja. Door je duimpje omhoog te doen. Ja. En daarnaast vragen wij dus, zoals ik eerder heb gezegd, altijd feedback. Um, dus daarom willen we het ook echt horen wat jij te zeggen hebt. Yes. Ja. Dankjewel, Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende. Ciao. Ciao.